het eerst alleen naar de Wadden. We hadden voor de tent alvast een fles soldaat gemaakt en wilden meer. Dus naar de kroeg samen en heel vroeg op de avond was ik aan de praat geraakt met een jongen, haast een man al, zo'n stoere kind die had. Hij begon over Jacques Brel, dat kende niemand in mijn klas. Wie zong nou Brel? Hij wel. Nummer Kietepa had hij voor me gezongen. En toen gingen we tongen en vroeg hij, ga je mee naar zee? Ik heb daar een fles champagne, begraven kan je mee? En ik zei geen nee. Maar mijn vriendinnen wel, zeiden kijk uit, hij zingt wel Brel. Maar hij is 24 en jij 16, hij gaat snel. Hij wel. Naar het strand. We wandelden samen, ik keek opzij en zag weer wat een mooie kind die had. Hij nam mijn hand en noemde me dame. Vertelde over Groningen en over Vindicat. En op het strand deed hij van alles dat nooit iemand had gedaan. Ik was nooit zo ver gegaan. Hij hield zijn kleren aan, maar gaf mij kippenvel. Mij wel. Wil je meer? Wil je nog verder? Vroeg hij en ik werd er. En nu nog onzeker van, want ik zei nee. Na al die lust, schuldbewust, of je dat dan nog wel maken kan. Maar hij zei, het is oké, kom, we gaan terug naar het café. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen champagne hier bij zee. Dat was maar spel. Mooi spel. Dus jaren later denk ik af en toe nog aan je. Bij champagne.